vroeger in het grote telecombedrijf waar ik werkte, miste ik wel zo die vibe om echt snel resultaat te zien in echt iets zinvols. Iets waar dat ik echt iets kon betekenen op maatschappelijk vlak. Toen ik hoorde dat er 1/3 van al het eten wereldwijd wordt verspild en 45% van alle groenten en fruit, dacht ik eigenlijk van daar moet ik iets mee doen. Met de deelname aan Leeuwenkuil hoop ik dat heel veel mensen Wonky leren kennen en daar mee aan willen werken en mee met ons groen te redden. Follow me now, there is somewhere I want to go. Eerst en vooral zijn we eigenlijk begonnen met het maken van hummussen en dips op basis van verspilde groenten. Die gingen we dan halen in winkeltjes die groenten over hadden. We merkten dat er daar heel veel interesse was, maar dat de recepten op zich nog totaal niet op punt stonden. En dan ben ik eigenlijk beginnen zoeken naar producenten die het dan veel beter kunnen gaan produceren dan ons. En dan zat het concept goed en dus ook de smaak. Dan zijn we eigenlijk aan de slag gegaan met verschillende voedselverwerkende bedrijven die versnijden en verpakken groentjes. Momenteel hebben wij 2 dips eigenlijk. Eentje van worteltjes die verkeerd versneden werden. En een andere van paprika's met pigmentvlekken. Ze zijn eigenlijk allemaal groenten die perfect kwalitatief zijn, maar niet voldoen aan bepaalde hoge esthetische kwaliteitseisen. En die gebruiken wij eigenlijk met Wonky. Hey. Alles goed? In die end hebben we nu al 3 ton groenten gehad. Voor mij toont dat aan dat als verschillende partijen, grote bedrijven met innovatoren samenwerken, dat er echt wel mogelijkheden zijn om maatschappelijke impact te hebben. Ik wil mensen inspireren en motiveren om voedselverspilling tegen te gaan.